was veel verwarrend nieuws deze week. Echt, alleen al ja, omdat er klacht is ingediend tegen de coronamaatregelen wegens schending van de mensenrechten door 30 klagers. En één van die klagers is Jeff Huybergs. Ja, maar blijkbaar is dat niet omdat hij veel schade heeft geleden, maar gewoon, ja, dat is gewoon een hele goede klager. Maar het echt verwarrende nieuws, echt met titels als Belgische warboel, iedereen kwaad op iedereen, kwam van de kust. Omdat de burgemeesters van de kust hadden gezegd, het verbod om naar uw appartement aan de kust te gaan, moet stoppen. De drang naar strand en water is te groot. Oké. En toen heeft de Veiligheidsraad vergaderd, echt alleen daarvoor, ja, om dan te zeggen, oké, het verbod wordt opgeheven, ze mogen komen, en een dag later zegt de gouverneur van de provincie in de krant, niet komen, hè. Dat is toch verwarrend. Op dat moment, zelfs de Tijd, een serieuze krant, dacht op dat moment, we sturen een fotograaf. Die hebben op de voorpagina, een dag later van de Tijd, stond een foto van het strand met drie man, en daarboven de titel, geen overrompeling. Dus dat is toch niet de juiste titel? Dat is toch verwarrend? Drie man, dat is niet geen overrompeling. Hè? Drie man is niemand. Aan het strand, dat is toch niemand? Om bijna niemand te hebben, er zijn drie man nodig en een paardenkop. Drie man is niemand. Ja? Dus dat is niet geen overrompeling, dat is gewoon niemand. Dus, verwarring alom en tot overmaat van ramp is er in Herentals een man met een rolstoel naar een kringloopwinkel geweest en die is even uit zijn rolstoel gegaan en ze hebben die rolstoel daar verkocht. Want dat is blijkbaar het principe van een kringloopwinkel. Hè? Als je iets niet echt nodig hebt, doe het dan weg. Dus als je iemand kent in Herentals, belt je of stuur dit filmpje door, want die rolstoel moet nog altijd terug naar de eigenaar. Ja, en als we dat zouden kunnen doen volgende week, is volgende week misschien iets minder verwarrend dan de vorige. Dank u wel. Ja.